Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de stempelsetjes van de Action uit gaan testen. En het gaat om de Rotating Stamp with Ink Pad. En dat zijn deze setjes. Ik laat ze zo even allemaal zien. En ik was hier wel heel erg benieuwd naar. En ook of dat het echt werkt. Want ik heb zoiets nog nooit geprobeerd. En ik zag deze bij de Action. En toen dacht ik, oh, dat is wel leuk om te proberen. Dus deze gaan we in deze video samen uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn of deze setjes bevallen. En of ze de moeite waard zijn om eventueel aan te schaffen. Zou je dat willen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik zei het natuurlijk al even, deze setjes komen bij de Action vandaan en kosten 89 cent per stuk. En je kunt met één zo'n setje 12 stempeltjes zetten. Je hebt dus, dit is de stempel en je krijgt dus een inkpadje erbij. En je kunt hier dus 12 stempels mee zetten die hier ook staan. Deze stempels kun je ermee zetten. Dan heb je een setje met wat donkerdere inkt en een roze handvat. We hebben ook eentje met paars. Maar je kunt, de inkt natuurlijk ook gewoon combineren. Hè? Dat maakt niks uit. Dat heeft dit soort stempeltjes. Wel heel erg leuk hoor. Maar ik ben gewoon ook heel erg benieuwd of dat het werkt. Dan heb ik nog een rood setje. Kijk, dat is deze. Ook wel super leuk. Met hele leuke stempeltjes er ook in. En dan heb ik nog een roze, maar dit is echt een donkerroze. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En die heeft deze stempeltjes erin zitten. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dit gaat werken. Er staat verder eigenlijk niet echt heel veel informatie over op. Het is ook niet van een merk. Ik zag ze bij de Action ook liggen. Deze lagen dan weer niet. In eerste instantie lagen ze zeg maar bij de knutselspullen. En later hadden ze ze verplaatst naar de schoolspullen / schrijfwaren. Maar goed, ik heb 4 setjes. Dus ik dacht, nou, we gaan ze gewoon eens even gezellig uittesten. Dus ik heb even wat papier gepakt. En dan kunnen we gewoon maar eens eventjes gaan kijken of dat dit werkt. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Dus laten we dat gewoon maar eens eventjes gaan doen. Zo, ik heb ze al even uit de verpakking gehaald, want het was echt een drama om dit open te maken. En hier zit ook nog zelfs een stukje plastic omheen, dus die moet ik ook nog even openknippen. Zodat het een beetje op een normale manier kan. Het is altijd leuk hoor, al dat... Het is leuk natuurlijk dat ze het goed verpakken, maar... Ja... Het is ook wel een beetje lastig, moet ik zeggen. Ik heb hem open. Nou, ik ga beginnen met deze variant. Dat is... Ja, hoe moet ik dat nou weer laten zien? Even zo. Deze, die gaan we nu gewoon eerst even proberen. Dus ik ga gewoon heel even dit zo in de inkt dopen. En dan gaan we gewoon eens even kijken hoe dat werkt. Want het... Oh, wacht even. Hoe moet dit dan? Oh, dat draait gewoon rond. Oh, dus je moet wel echt per inkt doen. Nou, dat gaan we gewoon maar eens even proberen. Ik stempel, zal er eentje instempelen. Neemt wel goed op, moet ik zeggen. Dan... Oh ja, dan heb ik hem alleen op zijn kop. Die werkt. Ik pak gelijk even een doekje. Kun ik het ook gelijk even een beetje schoonmaken. Anders zit straks alles onder de inkt, denk ik. Dat zullen we zo ook even gelijk doen. Vind ik altijd wel belangrijk. Dan doen we deze. Oh... Ja, zie, je kunt er eigenlijk gewoon deze hele kant kun je nu gewoon met inkt doen. En dan in feite, maar dan moet je het wel goed doen. Oh, wacht even. Ik ga jullie even iets meer inzoomen, want anders zien jullie het niet. Dat is niet leuk. Ik pak heel even dat doekje, want anders kan ik hem zo niet gaan ronddraaien. Want ik dacht eigenlijk echt dat je zo moest, maar dat gaat dus niet. Dan kan ik bijvoorbeeld deze even doen. Het neemt wel beter op als je het zoals net doet. Nee, dit werkt niet. Zo, ik heb heel even een doekje gepakt. Kijk, je zult de inkt er nooit helemaal meer afkrijgen. Maar anders dan kan je hem niet lekker ronddraaien. Dan zit je er zelf helemaal onder. Op zich gaat het er nog redelijk af. Ik heb nu gewoon zo'n schoonmaakdoekje. Ik gebruik ook heel vaak babydoekjes wel voor inkt. Om schoon te maken. Dat werkt eigenlijk ook best wel goed. Kijk, en nu kan ik hem gewoon. Bijvoorbeeld, die is zo cute. Zou ik wel heel leuk vinden. Kan ik jullie nog ietsjes meer inzoomen? Dit is wel bijna op de max. Doe ik het weer verkeerd om. Ja. Nou, dan kan je hem weer
ronddraaien. Oh, het wordt wel heel leuk. Je kunt er inderdaad wel echt leuke mini-stempeltjes mee zetten. Alleen, het doet een beetje zeer, dat ronddraaien doet een beetje zeer aan je vingers. Maar moet ik hem dan ook zo doen? Maar weer op zijn kop. Maar dat werkt dus wel. Maar wat ik zeg, het doet wel een klein, dat ronddraaien, dat doet een klein beetje zeer aan je vingers. En dat, ik ben ook helemaal roze inmiddels. Dat is even iets minder. Omdat je ze niet super goed schoon kunt krijgen. Je moet heel goed boenen. Net wat ik zeg, je kunt het natuurlijk met elke inkt doen die je zelf leuk vindt. Hè? Vind je zelf liever een ander inktkleurtje leuk, is dat ook prima. Alleen, kijk, nu doe ik hem even zo. Je moet hem ook eigenlijk wel gelijk schoonmaken voordat die inkt helemaal indroogt. Want anders dan is het wel een beetje een drama. Dus dat werkt wel. Dan ben ik ook eens benieuwd naar die andere roze variant. Doe ik deze even dicht. Dan hebben we natuurlijk ook deze. Dat is deze. Oh. Deze camera even plaatsen. Kijk, dat is deze. En die komt dan uit dit setje. En hier zitten er ook wel hele leuke in. Nou, dan gaan we die even proberen. Het is ook altijd wel even leuk om te weten van hè, hoe doet die inkt het die erbij zit. Dat gaat op zich wel goed. Oh, hij gaat... Zo. Even kijken welke ik wil. Let's do it. Die vind ik wel leuk. Maar ik vind het een beetje lastig om duidelijk te zien. Oh, het scherpste, het gaat ook niet echt lekker. Nou, die ga ik dan hiernaast even doen. En het is dan als goed is toch weer een ander kleurtje. Het zijn niet de beste inktpadjes die erbij zitten. Dat zie ik al wel. Want hij laat al een beetje los voor mijn gevoel. En die is weer op zijn kop. Dat gaat wel echt fantastisch, jongens, dit. Ik maak hem nu maar even gelijk schoon. Dat is beter. Hier hadden we nog zo'n leuke tekst. Zet ze allemaal op zijn kop. Dat gaat wel lekker, zeg. Ja, het doet het wel. Daar kun je niks van zeggen. Het werkt wel. Deze krijg je dan iets makkelijker schoon, omdat ik nu ook gewoon gelijk erop anticipeer natuurlijk om schoon te maken. Ja, het doet het wel. Het is wel leuk. Je moet alleen zorgen dat je het probeert gelijk schoon te maken. Zullen de andere kleurtjes ook gewoon maar even testen. Want we zijn nu toch bezig. Misschien net zo leuk. Dus zal ik die eventjes openmaken. Want dat is een beetje een drama. Dan kunnen we die andere kleuren ook wel even proberen. Dan gaan we nu dit setje nog even proberen. Dat is de paarse variant. En even de rode. Ik heb ze net even opengemaakt. Dat heb ik even buiten de camera omgedaan. Want dat is echt super lastig. We gaan beginnen met de rode, want daar heb ik net de inkt al van losgemaakt. De paarse moet nog zo. Het gaat allemaal een beetje hard. Even kijken hoor, wat vind ik hier wel leuk. Ja, eigenlijk zijn natuurlijk alle kleurtjes, alle stempeltjes leuk die erin zitten.
deze moet wel even iets... Dat hartje pakt hij niet helemaal, zie je. Kijk, want zo ziet het er dan uit als je hem beïnkt hebt. Nee, die is niet helemaal goed gelukt. Die doen we even opnieuw. Oh ja, die lukt beter. Oh, als je wat harder drukt, dan gaan ze het echt heel erg goed op. Maar kom, deze hebben wat meer details. Daarom hebben die er ietsjes meer moeite mee. Die gaan eigenlijk best wel goed. Ook best wel leuk. Ik zal het straks nog even van dichtbij laten zien, uiteraard. Draai ik hem eventjes een beetje terug. Zo, je krijgt ze niet helemaal meer mooi schoon. Kijk, ik heb het nu even geprobeerd schoon te maken, maar beter dan dit lukt het niet. En dan toch ook nog even die paarse proberen, want daar ben ik toch ook wel benieuwd naar. Ja, dan hebben we ook alle kleurtjes wel gehad. Ik vind alleen het openmaken van die plasticjes is een beetje een dingetje ook. Oh, echt dramatisch. Die andere gingen best wel makkelijk open. En deze, die zeggen doe het zelf maar. Als je maar een klein beginnetje hebt, dan is het vaak goed. Maar dat valt niet helemaal mee. Zo, open. En dan zie ik gelijk al... Oh, hier een hele leuke. Verkeerd om weer, echt. Ik moet er nog wel mee oefenen, want ik ben nog niet heel erg goed. Kijk, nu zit hij goed in het zetten van die stempeltjes. Ja, die werkt ook wel goed. Ja, die werkt ook wel goed. Dus het werkt wel. Ik ga nu heel eventjes een andere manier proberen van schoonmaken. Dat kom ik zometeen even bij jullie terug met de update. Dan laat ik het even van dichtbij zien. Nou, dit is er dan van geworden. Zoals je kan zien heb ik ze niet allemaal even goed gedaan. Deze zitten dan wel goed. Het zijn dus hele kleine schattige stempeltjes. Deze had wat moeite ermee, die heb ik nog een keer gedaan. Maar het komt er allemaal wel mooi op. Dan moet ik deze even draaien. Want kijk, dan zie je ook hier de tekstjes. Dus het wordt echt wel heel erg leuk. Ik heb zelfs hier dat deze een klein glittertje heeft. Dus dat ziet er echt wel super leuk uit. Dat is dan deze. En wat ik net even heb gedaan. Ik heb met een oude tandenborstel heb ik die inktdingetjes even schoongemaakt. Dus die moet ik even goed laten drogen. En dan... Ja, ziet dat er ook net iets schoner uit. Dus dat werkt op zich ook wel goed. Goed, wat vind ik nou van de setjes? Ik wil allereerst even zo'n inktpadje van dichtbij laten zien. Kijk, het is gewoon een heel klein inktpadje. En ik merk wel, er zit wel genoeg inkt in. Maar als je erop drukt, dan wipt hij iets op. Dus dat was een beetje lastig. Dus dat vond ik een lastig punt. Maar het werkt wel. De stempeltjes werken ook goed, maar wat is dus de bedoeling? Je moet dit ronddraaien. Kijk, je zit hier twee draaimechanismes en je moet dus steeds omhoog draaien om het gewenste stempeltje te pakken. Dat lukt mij nu ook niet. Kijk, je moet hem dus steeds draaien. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier al een klein beetje moeite mee. Dus ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld...
reuma hebt bijvoorbeeld, dat je echt de kracht in je vingers minder hebt, dan is dit niet geschikt. Want het gaat best wel zwaar. Het is niet dat je heel makkelijk dit zo gedraaid krijgt. En ik had misschien gedacht dat die automatisch rolde, waardoor je hem heel makkelijk gewoon zo over je papier kon laten gaan. Maar dat kan dus helemaal niet. Dus dat is wel een nadeel, dat het wat zwaar gaat. Nou, ik heb het schoonmaken dus nu met een oude tandenborstel gedaan. Dat gaat op zich wel. De inkt gaat er wel goed af. Want ja, het zou ook jammer zijn dat je anders geen andere kleuren inkt kunt gebruiken. Dus dat kan wel. Ja, ik vind het resultaat wel heel leuk. Het zijn gewoon kleine leuke stempeltjes die je ook leuk kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij een kaart of zo. Dat vind ik er wel super leuk uitzien. Net wat ik zeg, ik weet niet voor mensen die een beetje last hebben van de handen. Misschien artrose of zo ook, dat dit minder geschikt is. Want je moet echt heel veel kracht zetten om dit te kunnen draaien. En als je echt een beetje wat met je handen hebt, dan ja, is dat gewoon niet zo geschikt. Dus dat vind ik een beetje het lastige. Ik vind het op zich wel heel hele leuke stempeltjes die ik zeker wel ga gebruiken. En ik vond het ook wel heel erg leuk om te testen, vooral omdat dit voor mij ook compleet nieuw was. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van de stempeltjes vond. Zouden het stempeltjes zijn waarvan je denkt, oh, dat zou ik ook leuk vinden? Of is het iets waarvan je denkt, nou, dat sla ik lekker over, want dat vind ik dus helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben er in ieder geval wel blij mee en ik ga ze nu gewoon even goed laten drogen. En dan berg ik ze netjes op en dan kan ik ze gebruiken als ik wil. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!